experience backstage access, meet the pros, and explore muscle building insights. V&M TV, the latest bodybuilding news. Thank you.
benen, je lichaam. Dus hij moet luisteren en soepel zijn naar de spieren, weet je. Ja. Maar daarom moet je ook gewoon boem, boem blijven beuken op en over. En als je te moe bent, dan pak je gewoon een lekkere lekpres dat je in constante beweging dit kan doen. Hij moet van de hart uit, van de spier moet hij geduwd worden. Als je alleen maar korte krachtconfrontaties doet, ja, dan zijn die quadriceps je explosieve kracht alleen. Boom, boom, boom. Maar je stimuleert geen vormverandering. Je bent bodybuilder, je bent bezig met vormverandering. Ja. Maar denk je dat er veel verandering in te brengen is tot eind april? Ja, natuurlijk. Maar kijk, het is op een gegeven moment ook je beliefs in iets. Als je iets uitzet, moet je snappen wat je doet. En dat is een kracht daarbij. Weet je? Je hebt dan iets van dingen, nou, dan ga ik eens eventjes een paar weken iets anders geven. Dan groei je alle kanten op. Dat is jouw inbreng. Dat is jouw spiritualiteit in je training naar je lijf toe. Ja. Want dat lijf is van jou. Dat gehoorzaamt wat jij hier inbrengt. Als je denkt, nou, ik doe het wel, maar ik groei toch niet. Ja. Nou, wel. Niks. Dus die positiviteit van vernieuwing, dat is waar je lichaam mee voedt. Buiten je gewone voeding. Want daar doe je het op. Je energy en je herstel. Ja. Maar dit is je voeding waar je lichaam mee manipuleert. En dat zie ik altijd vaak met mensen die trainen. Die dus eigenlijk iets nadoen in opdracht. Maar hun passiviteit straalt eraf. Ze weten niet wat ze aan het doen zijn. Je bent één met het lijf, want je wil het lijf veranderen. Dus hou van het lijf. En je hebt iets uitgezet waar je naartoe wil. Je visualiseert al een shape waar je naartoe wil. En dat is eigenlijk iedere keer dat meditatief moment dat je traint. Die muscle mind. Ja, de beliefs in jou, weet je. Je know-how. Ik doe dit, want dat en dat krijg ik ervoor terug. Ik zie het, ik voel het, er gaat gebeuren. Ja. Maar als er maar iets van... En je mag natuurlijk wel nauwkeurig zijn en zeggen van... De puntjes op i, dat is niet goed genoeg. Maar blijf daar niet in hangen. Anders krijg je een negatieve uitstraling naar je lijf. Dat is hetzelfde. En iemand zegt, ja, werkt dat zo? Dat is hetzelfde als wij nu gaan boksen. Ja, nou, ik ga niet meer, die verlies toch. Boom, lig je al. Want je hebt je al als verliezer aangegeven. Ja. Waar is je fight? En die fight is ook in je training. Het is iedere keer je eigen fight. Het is je eigen stukje waar je naartoe wil. En waar je in gelooft. Ja. Het hele leven dat zal op een gegeven moment dat geven waar jij in gelooft, want daar ga je ook voor inzetten. Ja. Ja. Het is heel simpel. Als je bepaalde dingen recht moet zetten en je hebt nieuwe manieren van benaderen en je mind is weer sterk, dan is dat geloof heel sterk. Dus dat lichaam zal zich altijd overgeven, want dat ben jij. You rule your body. Ja. En voor de rest zijn al die disciplines van de know-how van je voeding is ook jouw belief. Als je dat en dat en dat uitzet in een eten, dan zal je lichaam daarmee moeten doen. Want dat is jouw belief, dat geef je hem. Waar moet hij het mee doen? Het moment dat jij voelt van, ik herstel te weinig, dan heb ik toch te weinig eiwitten. Klopt toch niet met mijn energie van mijn breakdowns, van mijn training. Dan ligt je kataboliteit hoger dan je anaboliteit van je lichaam. Dat is dat balans vinden. Ja. Dat is het spel wat je speelt in de bodybuilder. En dat blijft leuk je hele leven. Ik bedoel, ik ben nu 60, maar ik vind het nog leuk. En ik kan nog trainen met zoveel energy, omdat dat ben ik, weet je. Ik heb plezier met mijn lijf. Het lijf heeft me zoveel gegeven al die jaren. Ja. En je geeft dat weer door. Het is niet een kwestie van anabolics, dat is maar zo'n beetje. Ik neem ook alleen maar paracetamol als je hoofdpijn heb. En als je lichaam op een gegeven moment tegen een zieke lijn aantraint, dan geef je hem iets van medication om te zorgen dat hij heel voor je blijft. Maar je gaat hem niet overdaad geven, want dan raakt hij de kluts kwijt. Van wat krijg ik allemaal? Too much. Ja. Dus ook weer een setting van, het gaat erom als je iets uitdoktert en je krijgt iets, dan moet je zeggen, dit klopt, hier zit logica in. Hier kan ik me voor geven. Maar als iemand jou zegt, dat doen, je snapt het niet, denk je, ja, hij heeft het gezegd, zeg, dat doen, dat klopt niet, dat moet je niet doen. Dan sta je te ver buiten je eigen lichaam. Dit is jouw lichaam, moet je zuinig op zijn. Ja. En het is veel te leuk. En time will tell, weet je. Ik heb zoveel mensen al weg zien vallen. Al die doodlopers die tegen de muur aanklapten. Maar kijk eerst voordat je een sprong gaat maken of je dat redt. En als je zeker weet, ik spring eroverheen, dan ga je pas springen. En dan gaat dat ook. Ja. Toch, het is heel simpel. Ja. En dat komt gewoon nu bij de laatste jaren natuurlijk. Dat op gebied van voeding is er zoveel deskundigheid en zoveel versnelling.
zeg maar 45 jaar geleden, dat ik denk, moest ook maar alleen op eitjes, brood, aardappelen en rijst. Want het ging ook. Alleen het traject was veel langzamer. Nu kun je natuurlijk met zoveel aanvullende suppletie, kun je zoveel gericht schoon eten. En daardoor je eigenlijk veel meer voorzien van brandstof. Omdat je hele snelle eiwitten hebt. Normaal moet je dat allemaal afbreken. En ja, je koolhydraten, weet je, dat zijn je glycogenen. En dat is degene wat jou de energy geeft. Je moet zorgen wel als je 50 stenen meer metselt, dat je ook meer cement hebt. Dat is gewoon een ding wat vaststaat. Dus verlang je meer van afbraak op je lichaam, geef het wel meer herstel. Anders klap je ook tegen de muur, want je geest is sterker dan je lichaam. Als je boven je niveau traint, train je stuk. Dan krijg je een overtraining of een burn-out. En dat zijn dingen wat je, luister naar je lichaam. Durf ook te rusten, weet je wel. Dat lichaam dat, ik zeg het altijd, heel veel mensen zien ons altijd van rouwdouwers met ijzer. Nee, wij zijn mensen die heel bewust met ons lichaam omgaan. Wij houden van het lichaam, daarom kunnen we het ook heel mooi maken. Maar dat gaat altijd met een gepaste wetenschap van wie ben ik, hoe zitten mijn spieren in elkaar en wat belieft mijn lichaam in voeding. Dat is ook het stukje waar ik langs mee bezig ben om daar goed uit te komen. Wat past bij mij? Ik heb heel veel voorbeelden gezien, maar uit al die voorbeelden, wat past bij mij? Dus daar, en dan wordt het simpel. Als iemand begint, die gaat niet naar Ronnie Coleman kijken. Die kijkt iets wat eerst wat dicht bij hem staat. Subtoelen. Ja. Maar willen. En als je dat gehaald hebt, denk je, oeh, ik ben beter dan ik gedacht heb. Ik ga mijn grens verleggen. Een ander doel. En dat is in de topsport ook, iedere keer die lat verleggen. Ja, maar we zijn eigenlijk wel benieuwd hoe jij eruit ziet. Want je bent 60. Ja. Kun jij niet een keer een shirtje uittrekken? Hij wil een wedstrijd doen, zei hij. Wij willen even kijken. Mogen we ja, kijken. Maar ik ben nog niet echt in training. Ja, maar dat maakt nog niet uit. Mogen we niet even kijken? Nee, mag niet. Mag niet. En die wedstrijd voorbereiden. Het is niet slecht hoor. Maar ik heb eigenlijk tot vorige maand heb ik bij anatomie gelopen. Omdat ik toch een aantal vervelende blessures had door de jaren heen. Ook waaronder een quadricepafscheuring. Dus het is voor mij natuurlijk ook gezien mijn leeftijd. Ik voel me natuurlijk nog hartstikke jong. Maar mijn lichaam heeft natuurlijk wel de slijtage van een dikke 45 jaar trainen. Dus dat is ook weer dat ik dat ook weer voor mij in een nieuwe vorm moet pakken van wat is nu goed voor mij. Maar, ik zal een klein tipje laten zien. Toch een bodybuilder, hè? Hoi, hoe is die? Hoe is het met je benen? Ja, spierpijn. Quality. Dit was nu dit. Over 3 maanden ga ik het vervolg. Welke wedstrijd ga je doen? Huh? Nou, weet ik nog niet zo, dat zal ik kijken. Maar je gaat...